Ik ben Rebecca en wat leuk dat je weer aangeschoven bent voor een nieuwe video. We gaan vandaag weer een sneeuwmeel maken en dat doe ik door middel van de luxe peperblokken van DecoTime. Deze zijn momenteel verkrijgbaar en je hebt ze in 4 verschillende soorten. Nou, ik heb hier eentje, die andere heb ik ook, maar ik ga met deze werken. Dus die ga ik straks ook even uitgebreider laten zien. Dus voor deze sneeuwmeel gebruik ik dit luxe peperblok. En ik gebruik natuurlijk ook het luxe papierboek wat verkrijgbaar is. Deze hebben ze in 2 soorten. Ik heb de vorige keer de ene gebruikt en nu ga ik verder met de andere. En natuurlijk een kaartblok. En ze hebben ook nieuwe patroonblokken momenteel verkrijgbaar, ook van de Action. En ik heb voor de rest eigenlijk alle andere knutselspulletjes, mijn knijpertjes, mijn vlaggetjes, natuurlijk lijm. En ik heb hier de kaart al geschreven en ik heb ook op AliExpress, dat heb ik hier liggen, echt waanzinnig leuke stickers gevonden. Moet je zien hoe schattig dit is. En ook wat dachten jullie van deze leuke postzegeltjes in verschillende patroontjes. Nou, ik vind dit echt super leuk. Dus kijk ook eens op AliExpress voor leuke knutseltjes, frutseltjes, stickers. Voorin misschien in een bullet journal of bij een sneeuwmeel. Dat is zeker een aanrader. Maar voor nu ga ik mijn camera draaien. En dan gaan we heerlijk aan de slag. Zo. Nou, ik heb mijn camera even hoog gezet. Dit is het eerste papieren blok. De papieren blokken zijn verkrijgbaar bij de Action. Het eerste stuk is het karton. Ik zal hem even zo draaien. Hebben jullie een beetje een idee hoe het eruit ziet? Zijn kartonnetjes om. Vellum papier met tekst, karton, en stickers. Dus zo ziet het blok eruit. Dan ga ik nu beginnen met de basis van mijn sneeuwmeel. Ik pak mijn blok erbij. In deze sneeuwmeel gebruik ik 2 kartonnen. Ik ga een soort boekvorm maken. En ik plak het middenstuk af met washi tape. Zo blijft het mooi en stevig zitten. Dan ga ik het papieren blok erbij pakken en dan ga ik de stukken erbij pakken die ik nodig heb. Er zijn wel heel veel spreukjes en kaartjes die je kunt gebruiken voor een verjaardag. Maar dit is geen verjaardagssneeuwmeel, dus ik pak de gewone kaartjes en de gewone teksten haal ik eruit. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat het echt hele mooie blokken zijn en een mooi thema. Dan ga ik verder ook met luxe papier, daar haal ik ook nog wat dingen uit. Nou, de eerste pagina plak ik het kaartje en dan begin ik met het thema van deze sneeuwmeel. Het is ook heel leuk om met gekleurde papier wat erbij zit kleine envelopjes te maken of kleine kaartenhoudertjes, zoals waar ik deze voor ga gebruiken. Want hierin doe ik namelijk wat tekst of je kunt er ook wat leuke stickers in doen. Een theezakje kan erbij in. Doe er een mini noodblokje bij als verrassingje. En de stickers die ik bij AliExpress heb besteld, die zijn 1 euro. Voor 1 euro heb je 30 stickers. Dan ga ik beginnen met de middenopmaak. Ik positioneer mijn spullen. Even kijken hoe het uitpakt. En ik probeer het een beetje eenvoudig te houden, niet te veel. Want dan wordt het heel propperig als je er te veel in wilt stoppen.
En de kaartblokken, de kleine kaartblokken, die heb je nu in 2 soorten verkrijgbaar bij de Action. Prijs durf ik even niet te zeggen, maar ze liggen bij de knutselspulletjes. Theezakje erbij in. Dan ga ik verder met de vlaggetjes. Ik had van de week met krimpfolie wat figuren gemaakt. Nou, die kun ik nu mooi gebruiken voor de sneeuwmeer. Dat had ik ook aangegeven toen in de video van de krimpfolie. En ik doe de sterretjes erbij. Dus ik maak de tekst star. En daarbij hang ik de sterren eraan. En die maak ik vast met een knoopje. En doe ik ze met een knijper vast. Ik weet, deze vlaggetjes zijn volgens mij niet meer verkrijgbaar bij de Action. En de knijpers durf ik ook niet te zeggen, omdat ik die al een tijdje geleden heb gekocht. En zo komen we bij het einde van onze laatste pagina's. Ik doe er nog een leuke washi-tapeje bij, een stickerboekje en ik maak hem nog even af met wat leuke stickers. En dan is hij klaar voor sturen. En dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En we zien elkaar weer heel snel bij een nieuwe video.